Ja, toch? Niet dan? Een bijzondere Raymond de Veld, het Oordeel. Tof of niet tof? Ja, toch? Niet dan? Ik ben Esther Hart uit Rotterdam, zangeres, moeder. En uh, heel blij om uh, even hier te zijn. One More Night was mijn, uh, mijn liedje, mijn Eurovisieliedje. En ook uh, nou, best wel uh, een hitje toen. Uh, dat is waar mensen me nog steeds van kennen. Het is wel grappig als ik soms in de stad loop. dan. Kunnen mensen me aankijken van waar ken ik jou nou dan toch ook alweer van? Maar op het moment dat ik het liedje ga zingen, Denk ze: Oh ja, nee dat ken ik. Weet je wel, dat uh, ja. Goed liedje, nog steeds. En ook nog steeds leuk om te zingen. En, uh, en het doet het ook goed in allerlei uh, uh, lijstjes in gay bars en zo, heb ik gehoord. Want het uh, staat toch wel vaak in de top 10. Dus uh, nee, het is nog steeds een lekker liedje. One more night, give me one more day. Nou ja, hè? Enzovoort. Maar heel catchy. Refrein en uh, lekker swingend en uh, ja, ik heb ook het idee dat iedereen daar wel blij van wordt eigenlijk. Het is geschreven door twee, uh, twee mensen, Chert van Zane en Ellen Michael. Tjeerd van Zane woonde destijds ook in Rotterdam en ik kwam hem tegen op een zondagmiddag in een uh, cafeetje. Ik geloof in Vlaardingen of Schiedam, ik weet niet meer precies. Dus ik vroeg aan hem, joh ben je nog bezig voor het Eurovisie, uh, ben je nog iets moois aan het maken? Ze zeiden ja, we hebben een heel leuk liedje, maar we weten nog niet zo goed of een man of een vrouw het moet zingen. Toen ben ik dat gaan doen bij hem. In zijn huis op de schiekade, gewoon in, de, in zijn kledingkast had hij een soort zanghok gemaakt. Daar heb ik One More Night voor het eerst in gezongen. En toen was het zo van: uh, ja, we vind het eigenlijk wel leuk als jij het doet. Yes, Eurovisie. Helemaal top. Ik ben nooit spijt gehad dat ik daarom mee heb gedaan. Een groot avontuur was dat. Dat het in mijn stad zou komen, dat Nederland won, was al eigenlijk een groot wonder. Want dat was heel lang geleden. En uh, bedankt, Duncan Lawrence. Um, maar dat het in Rotterdam kwam, ja, dat vond ik echt een feest. En uh, ik moet zeggen, mijn hele agenda stond ook lekker vol vorig jaar. Ik zou overal en nergens uh, in de stad gaan optreden. Maar helaas, dat, uh, toen kwam corona. Ja. Maar dat het nu doorgaat, brengt toch zoveel positiviteit mee. Um, ja, daar word ik heel blij van. Weet je wat het is met Eurovisie? Dat is, het is gewoon positief. Het is positiviteit. Uh, het publiek. Het Eurovisie publiek is het allerleukste publiek wat er is. Voor mij. Hè? Ik bedoel, overal waar ik kom zingen, word ik met open armen ontvangen. Het is een warm bad. En, en dat geldt voor, voor, voor heel Europa. Want ik treed in heel Europa op met mijn Eurovisie-act, uh, zou ik maar zeggen. En het is, ja, als ze je eenmaal uh, vasthouden en omarmen, dan laten ze je niet meer los. En zo, zo voelt dat. En het is positief. Ik bedoel, heb je ooit uh, een vechtpartij gezien uh, in het publiek, uh, tussen de, de fans van, uh, van Rusland en van. De nee, nee. Iedereen houdt van elkaar. Het is een bad vol liefde eigenlijk. En daar kan eigenlijk de rest van de maatschappij wel een voorbeeld aan nemen. Ja, Duncan is natuurlijk wel onze held, hè? Hij, uh, hij heeft gestudeerd op de Rock Academy en waar heb ik ook een tijd les gegeven, niet in de periode dat hij daar studeerde, dus we kennen elkaar niet echt. Maar ik was wel echt ontzettend trots op hem wat hij heeft uh, gepresteerd en ik vond Arcade ook meteen een heel mooi liedje. En uh, ja, dat we dan winnen, ja, dat is natuurlijk helemaal te gek en. Uh, ja, dat vind ik, dat vind ik, dat heeft hij ontzettend goed gedaan en nu ook zijn carrière wat van het neemt en dat hij in Amerika bij, bij Ellen DeGeneres in de, in, de, in de show zit en zo. Nou, petje af. Hartstikke goed. Ja, dan zingt hij... Uh, loving you is a losing game. Ja. <laughs> Bakfietsen. Weet je dit? Misschien zo. Ik heb, er zelf, ik heb er zelf geen, nee. Ik heb nooit de behoefte gehad. Nee, gewoon kind lekker achterop of voorop vind ik ook prima. Nee, dat hou ik niet van. Ik hou niet van oesters. Ik hou wel van allerlei andere soorten vis en ook van schelpdieren uh, zo. Zeg maar oesters? Nee, ik vind het echt niet lekker. Ja, ik, uh, mijn stad, mijn festival, Eurovisie in Rotterdam, ik... Uh, ik ben er blij mee. En het gaat dit, het gaat dit jaar gewoon door, sowieso. En nou, met publiek. Dus ik hoop dat het gewoon een heel groot feest wordt. Als ik nu door de stad rij en ik zie overal al, al de kleurtjes en uh, de versieringen. En uh, ja, daar word ik gewoon wel heel, uh, heel blij van. En ik hoop ja, dat, het, dat het ook echt een groot feest kan zijn. Weet je, uh, het is natuurlijk in deze tijd uh, allemaal best wel heel lastig geweest. Maar ik ben heel blij dat dit een soort. Positief iets is, wat, wel, wat er wel gewoon is en wat doorgaat. Nou, het maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit wie er wint. Kijk, ik, ik hoop, uh, Jean-Gu, dat hij het hartstikke goed gaat doen. Volgens de statistiek is het wel moeilijk als twee keer achter elkaar. Uh, dat is niet vaak gebeurd. Volgens mij hetzelfde land wint. Ik denk ook dat het. Uh, uh, dat dat misschien niet gaat gebeuren. Um, maar ja, ik ben zelf in Riga geweest, was ook geweldig, weet je. Um, nou, het, het, uh, het is gewoon zo'n mooi feest. Dus, dus uh, ja, en dat dat dan in je eigen stad zo kan zijn een keer, dat vind ik wel helemaal te gek. Vakantie in eigen land, ja, wel dit hoor. Uh, vooral Vlieland, daar hou ik heel erg. Ik, uh, dat is trouwens ook een leuk Eurovisie-verhaal. Ik organiseer ook ieder jaar een, een festival op Vlieland. Maar dat komt omdat mijn beste vriendin daar woont. Een groot gedeelte van het uh, jaar. Dus ik heb ook altijd uh, makkelijk toegang om daar naartoe te gaan. Of bij haar te logeren. Of lekker in een huisje of op een, de camping. En ik vind het daar heerlijk. Het is uh, geen auto's. Je zit lekker op die fiets. En uh, op het strand. En uh, mooi dorpje. Ja, ik uh, doe het daar altijd. Uh, heel goed op Vlieland. Als ik op die boot stap, dan kom ik eigenlijk al tot rust. Tuurlijk verlang ik ook naar mooie plekjes en, en, en uh, ik, ga, ik ga graag op vakantie. Maar als dat een mooi plekje in Nederland is, dan uh, kan ik daar ook uh, van genieten. Ik vind het wel een leuk programma. Ik moet niet zeggen dat ik het altijd heb gevolgd. Um, <tus> af en toe is, als het voorbij komt. En... Uh, en dat vind ik het wel leuk. Ik, ik, uh, ik hoor altijd redelijk snel wel wie er in zo'n pak zit hoor. Want ik heb daar toch wel natuurlijk. Uh, zeker, als ik die mensen ken, dan kan ik ze meteen uh, dan herken ik ze meteen. Um, ik vind het wel een heel leuk concept. Ik zou, als ik ervoor gevraagd zou worden, zou ik het wel doen, denk ik. De Eurostars, dat is een heel leuk uh, uh, clubje. Uh, daar treed ik uh, regelmatig mee op, of tenminste dat deden we. Hè? Uh, dus dat is met Marleen Saupala, Mandy Huyt, die zat in Frizzle Sissel, Franklin Brown in Maxine en ik. En uh, met z'n vijven uh, ja, hebben we gewoon een set met alleen maar zonfestival-repertoire en. Uh, hebben we vooral ook altijd onwijs veel lol als we gewoon met z'n vijf op pad zijn. Heel gezellig. Dat zijn mensen die ik allemaal al heel lang ken. En je hebt toch allemaal die unieke ervaring met elkaar uh, beleefd. Weet je wel, je kan daarover hebben. We snappen precies hoe het was. En dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk. En uh, nou ja, we hebben wel een, een, een hele leuke live registratie uh, opgenomen in het theater. En dat wordt... Um, Vrijdag 21, de avond voor de, voor de finale, wordt dat uitgezonden, een livestream. We Love, het zonfestival heet dat. Hilligersberg. Ja, ik woon er ondertussen al 16 jaar. Ik heb overal gewoond. Ik heb op Zuid gewoond, in Delfshaven gewoond, in West. En nu woon ik al 16 jaar in Hilligersberg. En ik heb het daar gewoon heel erg naar mijn zin. Het is, ik vind het een fijne wijk om te wonen. Beetje rustig natuurlijk. Het is een beetje een dorp wat aan Rotterdam vastzit. Zo, zo voel ik het wel een beetje. Maar ik ben toch gewoon in een kwartiertje lekker in de stad. Dus uh, voor mij perfect. Ja, Marco Borsato. Ja, dat is mijn uh, leerling, om het maar even zo te zeggen. Ik ben zijn zangjuf, uh, zangcoach, al, uh, al heel lang. 17 jaar of zo al, denk ik. Um, ja, en in de, in de praktijk houdt dat in dat ik één keer in de week uh, naar hem uh, toe ga om uh, ja, vooral gewoon zijn stem in conditie te houden. En uh, nou, in de coronaperiode heeft dat ook wel even stilgelegen en iedereen weet ook uh, waarom het even stil lag voor hem, denk ik. Het, uh, hij voelde zich even niet zo, uh, zo prettig. Um, maar nu uh, ben ik dat alweer een paar maanden iedere week aan het doen. En uh, nou ja, we doen heel veel zangoefeningen. Uh, we praten ook veel met elkaar natuurlijk. En ik ben bij grote evenementen ben ik achter de schermen aanwezig om met hem zijn stem op te warmen. Dus de kuipconcerten en zo. Uh, ja, dan uh, ben ik achter de schermen bij hem uh, in de kleedkamer zijn zangoefeningetjes aan het doen. Ja, en dat doe ik al heel lang en ik uh, kan goed met hem opschieten. Marco. Zo, dat was tof, zeg. Ja, toch? Niet dan.